Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dagvibe doen. En ik ga beginnen met een magische wegwijzer. Magische wegwijzers. Welke magische wegwijzer is er voor deze dagvibe? Wat is de bedoeling vandaag in deze dagvibe? Tijd is vloeibaar. Kijk wat resoneert. Het kan altijd gebeuren. We zitten allemaal op een andere tijdlijn. Ik zie een kaart verkeerd om. Mocht je nog geen abonnee zijn, druk op de link. En als je een like doet, hartstikke leuk. Kijk eens, bevrijden. Wat een prachtige kaart. Prachtige kaart. Bevrijden. Je bent altijd veilig en zeker en vrij om jezelf te zijn. Voor veel succesvolle mensen is het niet gemakkelijk om hulp te vragen. Maar dat moet je nu doen terwijl je leven zich ontwikkelt. Als je ontdekt dat je je zorgen maakt, kun je hulp verwachten bij elk probleem dat zich nu voordoet. Je hoeft er alleen maar om te vragen en je krijgt het. Van Spirit kun je de belangrijkste steun verwachten. Ga een goede relatie met het Goddelijke aan en je zult zien dat je plotseling alle hulp krijgt die je nodig hebt. Vraag en het wordt je gegeven. Je hoeft niet bang te zijn. Binnen is het veilig. Wauw, wat een prachtige, mooie wijsheid. Kijk eens. Ik wil nog twee kaarten. Twee kristallen kaarten. Oh, één. Ja. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Drie tea leaves wil ik erbij. Drie tea leaves voor de dagvibe. Kijk eens, daar liggen ze. Wauw. Bevrijding. Er is hier een teken dat een andere rol gaat spelen. Een andere rol gaat spelen naast al een bestaande rol. Een andere rol gaat nemen en een andere achterlaat. Het kan in de liefde zijn, het kan privé zijn. Het kan, privé is ook liefde natuurlijk. Maar ik bedoel meer in je eigen buurt. Het kan zakelijk zijn. Ga je een andere baan aan in het huidige bedrijf of in een ander bedrijf? Ga je totaal iets anders doen? Maar met privé bedoel ik ook. Misschien krijg je een kind, een kleinkind. Word je moeder? Word je tante? Er kan van alles aan de hand zijn hier. We gaan kijken wat het is. We hebben hier te maken met een teken dat heel erg doelgericht is. En ik heb het gevoel dat het te maken heeft sowieso met dat je je wil ontdoen van ballast. Ergens bevrijd worden. Deze kaart ligt hier niet voor niks. Je wilt op een of andere manier, ik wou zeggen from scratch, wil je vanaf nul weer beginnen. En heeft dat ook te maken met die andere rol? Omdat je ruimte wil maken voor die rol. Dat je vrije tijd of tijd wil maken voor die nieuwe rol. En het kan heel goed met het ouderschap te maken hebben. Hè? Of met het oma-opa-schap. Of een baan met minder uren. Of een rol die jou gewoon beter past. Heel doelgericht. Er is hier een teken dat daar heel erg bewust over na aan het denken is. Van...
Met wat voor prioriteit je ook hebt, hè? Dat je als doel hebt om meer rust te creëren, dat je als doel hebt om meer tijd te creëren. Tijd en rust hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Het kan voor jou betekenen dat als je meer tijd voor jezelf overhoudt, dat dat ook inhoudt dat je meer rust krijgt. Sommige mensen worden juist onrustig van meer tijd. Het kan zijn dat je het anders wil gaan verdelen. Het huishouden, het werk, het moederschap, het omaschap. Misschien ga je op een kleinkind passen. Er is iemand die heel duidelijk bezig is om de energie in balans te gaan brengen. De energie zoals het voor jou werkt. Wauw, prachtig. Er is hier een teken dat te maken krijgt met een uitdaging. Ja, dat zou heel goed met tijd te maken kunnen hebben. Waarom proef ik dat toch zo duidelijk hier? Tijd. Je zit in de knoop met tijd. En niet omdat je tijd tekort komt, maar omdat er verdeling niet in balans is. Maar je gaat daaruit komen voor jezelf. Ergens zul je iets moeten laten om ergens anders iets te winnen. En dan kan het ook naast elkaar blijven bestaan. Ik heb het gevoel dat er hier toch iemand is die heel veel dingen, ja, heel veel dingen doet. Misschien wil je het terugbrengen van 10 dingen naar 3 dingen om je beter te kunnen verdiepen in plaats van alles af te raffelen. Kijk wat resoneert. Maar in ieder geval deze kaart, die ligt hier ook niks ligt hier voor niks. Speeding causes accidents. Als je te snel gaat, dan ga je brokken maken. Ik denk dat het daarom ook helemaal de bedoeling is dat deze kaarten je duidelijk willen maken om de balans op te maken en je energie en tijd te verdelen. Energie, tijd, vrijheid, drukte, bezigheden voor anderen. Jij weet wat bij jou past. Jij weet wat het beste is voor jou. Maar misschien wil je te veel en willen is niet altijd hetzelfde als kunnen. Sterker nog, het is eigenlijk bijna altijd anders dan kunnen en wat bij je past en wat je nodig hebt. Misschien ben je op het punt aangekomen waarop je zegt van nee, zo kan ik het niet meer redden, want ik geniet er ook niet meer van. Ik wil met alle overgave iets kunnen doen en daardoor moet ik terug naar minder willen, waardoor ik het rustiger in balans kan maken en krijgen. Anders ga je struikelen over je eigen benen. Dan ga je huppete, hup, 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 naar het volgende, naar het volgende, naar het volgende. Dan ben je aan het versplinteren. Dat is wat ik hier een beetje zie. Daarmee zeg ik niet dat versplinteren niet goed is, hè? Helemaal niet. Doe wat je wil. Maar in deze legging is er een teken die absoluut zichzelf daarin tegenkomt. A phone call that changes everything. En er is competitie, er is concurrentie. Dit heeft ook te maken met die rollen. Je bent de concurrent van jezelf. Als je daar veel tijd aan geeft, kun je iets anders niet doen. Wat ik net al zei, het is heel duidelijk een dagvibe waarin het gaat over hoe bevrijd ik mijzelf van ballast? Hoe bevrijd ik mezelf van leuke dingen zoveel doen dat ik er niet meer van geniet? Dus dat ik van leuke dingen een ballast maak. Dan wordt het een soort plicht of een verplichting of een moeten. Dan wordt het offer groter dan, hoe zeg ik dat? Dan wordt het een offer brengen in plaats van dat je er zo leuk en blij in stond. Je bent je eigen concurrent. Ik zie het heel duidelijk. Je bent je eigen concurrent. Want je wilt van alles, maar je zult ergens iets moeten laten om het in balans te brengen. Het is heel duidelijk. Het is heel duidelijk voor mij. Ik hoop ook dat het voor jou duidelijk is. Dat hoop ik echt. Voor degene waarmee het resoneert, zal dit absoluut een herkenningspunt zijn. Dat je eigenlijk, als ik het heel letterlijk zo bekijk met die concurrentie. Want je bent, ja, het lijkt dan concurrentie van jezelf, maar meer je eigen vijand zijn. Hè? Dat je jezelf dwars zit. Dat je jezelf dwars zit. Dat je graag wil focussen, maar dat je ook eigenlijk niet weet waar je dan op in wil leveren. Je komt daaruit.
Absoluut. Ik ben heel blij. Oh, hij valt al. Kijk eens, moed. Moed. Er is ook moed voor nodig. Absoluut. Want de dingen die je doet, vind je fijn. Maar je merkt gewoon dat het niet in balans is. Ik heb het al gezegd natuurlijk. Veel te vaak. Colette, je herhaalt zo vaak. Moed. Moed is de beste vriend om je wezen te zuiveren. Bij moed denk je vaak aan een bijzondere daad die je mag volbrengen. Tegenwoordig mag je een parachutesprong maken of een bergtop beklimmen om te laten zien hoeveel moed je hebt. Kijk nou, hier ligt ook een berg. Het is een uitdaging voor je. Heeft ook te maken met die moed. Want heb je de moed om je gezondheid en je fitheid voorrang te geven op alle verplichtingen die je ook hebt? Met andere woorden, heb je de moed om aan jezelf te denken? Heb je de moed om jezelf voorrang te geven? En dat klinkt heel gek, want de dingen die je doet, die doe je ook voor jezelf. Maar je loopt je gezondheid voorbij. Het vereist echter moed om je eigen kwetsbaarheid te laten zien. Je afvragen waar zich de kleine en grote problemen in je eigen persoonlijkheid misschien verbergen, heeft ook met loslaten te maken. En het gevoel dat je zou falen als je misschien ergens moet vertellen van joh, ik kan hier niet mee doorgaan, want ik word er moe van. Of ik kan het niet meer combineren met andere dingen. Het gevoel dat je dan faalt, een ander tekort doet. Nee, het is belangrijk dat je aan jezelf denkt. Je hebt moed nodig om toe te geven dat je misschien wel jaloers bent of afgunst koestert, omdat een ander zoveel meer bezit dan jij. Iedere eigenschap die je nog niet hebt belicht, maakt het voor de engelen niet eenvoudiger om je te leiden en te zegenen. Welke vulkaan broeit er in jou? Ik denk dat het hier heel erg te maken heeft met durven toegeven dat je niet alles op je bordje meer kan hebben. Om wat voor reden dan ook. En er kan alleen al een reden zijn van ik vind het niet leuk op deze manier. Dat is ook een reden. Het gaat erom dat er hier een teken is die bij zichzelf constateert van hey, ik doe eigenlijk te veel. Ik moet gaan afstrepen. Er komt een telefoontje dat alles verandert. Wie weet krijg je wel een aanbod, word je ergens voor gevraagd. Een extra rol in je werk, een extra rol in vrijwilligerswerk. Een rol in het verenigingsleven, op de tennisclub of waar dan ook. En dat je dat ongelooflijk leuk vindt, maar dat dat de aanleiding kan zijn om schoon schip te gaan maken in alles wat je al doet. Ja, welke vulkaan broeit er in jou? Of wat zei het boekje erover? Welke vulkaan? Ja, welke vulkaan broeit er in jou? En daarmee wordt eigenlijk bedoeld van waarin kom jij jezelf tegen? Ja, en dan word je een beetje dwars voor jezelf, omdat je niet wil, het gevoel wil hebben dat je faalt, omdat je iets gaat afzeggen of afstrepen. Oh, lieve tekens, voor wie dit bedoeld is. Ja, maar je hebt er zelf het meeste last van. Andere mensen zullen je respecteren. Het kan ook heel goed zijn dat jij zelf ook gaat melden, mailen of bellen om dingen in balans te krijgen, dingen af te melden. Maar ik denk dat dit telefoontje te maken heeft met iets wat jou wordt gevraagd. Misschien wel voorzitter worden van een of andere club. En dat je dan weet van, oh jee, nu kom ik mezelf tegen, want ik wil wel, maar ik kan het eigenlijk niet. Misschien dat het een uitdaging voor jou is om daar nee tegen te zeggen. Of dat je op dat moment heel goed weet van, oh, maar dat wil ik graag. Maar dat je dan wel weet dat er aan de andere kant gekort moet gaan worden. Gekort, dat klinkt ook niet zoals ik het bedoel, hè. Maar dat je moet gaan, ja, dan moet je gaan strepen. Ik val heel erg in herhaling, maar het ligt er zo duidelijk. Je kunt het er wel weer bij nemen, maar dan kom je jezelf over een maand tegen, want je weet dat je moet strepen. Nou, dit was een hele pittige dagvibe. Het lijkt alsof er een grote les in zit voor jezelf. Er is moed voor nodig om
tegen jezelf te durven zeggen: zo wil ik het niet meer. Ik wil iets gaan laten. Ik moet iets gaan laten. Dat het eigenlijk niet meer willen is, maar moeten. Omdat je merkt dat je ja, een dagje ouder wordt. Of tuurlijk, we worden allemaal dagjes ouder. Maar wat voor reden er ook achter zit, je merkt dat je het niet meer kunt combineren. Meerdere rollen, in welke vorm en waar dan ook. Succes!